Wat we eigenlijk proberen te doen, is dus de afweercellen van de patiënt, de immuuncellen, in te schakelen in de strijd tegen kanker. Het is momenteel een experimentele studie die gaande is in leukemiepatiënten hier in Antwerpen. We zitten ondertussen in fase 2. Dat betekent dat er nog een fase 3 en een fase 4 komt vooraleer we echt kunnen spreken van een nieuwe therapie. Maar op dit moment hebben we voldoende aanwijzingen dat dit vaccin eigenlijk wel eens doeltreffend zou kunnen zijn in de nabehandeling van leukemiepatiënten. Dat betekent dus na hun chemotherapie of eventueel in een later stadium ook na een beenmergtransplantatie. De chemotherapie die de patiënt heeft ontvangen is eigenlijk vrij doeltreffend. In 80% van de patiënten geeft dat een klinisch antwoord. Dat betekent dat de patiënt er klinisch beter van wordt en dat de kanker verdwijnt. Maar er blijven eigenlijk geniepig een aantal cellen zitten in het beenmerg die dus nooit door die chemotherapie zullen worden verwijderd. En het is het immuunsysteem dat eigenlijk de kracht heeft om die cellen te gaan herkennen, op te zoeken en te vernietigen. En dat is eigenlijk wat wij trachten te doen, namelijk het immuunsysteem zo op te leiden dat ze de kanker als een soort bacterie, als een virus gaat zien. En die overgebleven cellen die toch nog zijn blijven zitten na de chemotherapie, om die te gaan verwijderen. We isoleren uit het bloed van de kankerpatiënt een speciaal type van afweercel. En dat is eigenlijk de dirigent van het immuunsysteem. Die deelt de lakens uit eigenlijk in het immuunsysteem. En het is die cel die we gaan manipuleren eigenlijk in het laboratorium. Wat gaan we eigenlijk doen? We gaan eigenlijk die dirigentcellen opladen, injecteren als het ware, met informatie uit de tumor, uit de leukemie. En het is die informatie die dan eigenlijk door wordt gegeven aan lymfocyten, dat zijn de soldaten van het immuunsysteem, die dan eigenlijk de job moeten oplossen en dus de tumorcellen gaan opzoeken en doden. Het kankervaccin situeert zich eigenlijk na de standaardbehandeling, die dan meestal chemotherapie is. Dat betekent dat deze behandeling eigenlijk gegeven wordt een zestal weken na de chemotherapiekuur. En eigenlijk voornamelijk tot doel heeft dat de patiënt niet hervalt na zijn chemotherapiekuur in zijn leukemie eigenlijk. Dan gaan we dat eerst wel ontsmetten. Het kankervaccin wordt zeer goed verdragen door de patiënten op een minieme huidreactie na. Dat betekent een beetje roodheid en zwelling op de plaats van de injectie. Wat eigenlijk een verwachte reactie is bij het zetten van een vaccin, net zoals bij een griepvaccin, mensen ook een beetje last hebben op de plaats van injectie, wat jeuk, wat roodheid. Maar buiten deze huidreactie is er absoluut geen enkele andere nevenreactie van het vaccin. Het vaccin is gezet, dus dan mag u zich aankleden momenteel. Dank u wel, ja. Dat begint al zeer vroeg, dat ik als kind altijd al de waarom-vragen stelde van waarom is de natuur zo of zo? En dat ik eigenlijk op zoek wou gaan naar antwoorden. En ik denk dat wel eigenlijk de drijfveer voor mij geweest is om een wetenschapper te worden, om toch proberen die mysteries achter het leven, achter de natuur eigenlijk te ontrafelen. Ik was eigenlijk evenzeer geïnteresseerd in goochelen, maar omdat goochelaars nu eenmaal niet hun trucken verklappen, dacht ik van laat me wetenschapper worden, kan ik tenminste de trucken van de natuur proberen te ontcijferen. Mijn werk uitleggen aan familieleden en mijn gezin in het bijzonder is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Ze weten dat ik met celletjes werk, maar daar stopt het meestal ook. Zo zegt mijn zoon dat hij later ook een celletjesdokter wil worden. Dus om maar aan te geven dat het natuurlijk zeer moeilijke materie is. Maar toch probeer ik dat uit te leggen op een menselijke manier dat wij trachten om het afweersysteem in de strijd te gooien tegen kanker. Het blijft voor elke kankeronderzoeker in België een hele opdracht om voldoende onderzoeksbudgetten bij elkaar te rijven. Vandaar dat de steun van de Stichting tegen Kanker enorm belangrijk is voor het Belgisch kankeronderzoek. Dat maakt ook dat zoveel te meer mensen steun geven aan de Stichting tegen Kanker en meer donaties doen, dat het budget voor het kankeronderzoek in België groter wordt en dat wij als wetenschappers eigenlijk daarvan kunnen gebruik maken om het kankeronderzoek in België een boost te geven.